net zo belangrijk als de tweede fase. De eerste fase betekent dus het starten van de actie. Volgens de benen een spinning maakt. Is die eerste fase te langzaam, dan kun jij die tweede fase vergeten. Ja, als je eerste actie, je aanzet van de beweging te langzaam is, heb je geen schrijvenkans. Sterker nog, je wordt helemaal misschien wel uitgekanterd. Dan neem je het. Dus het is hartstikke belangrijk. Er moet ook veel op getraind worden in wedstrijd. We doen een simpele oefening, waarbij we dus even een klein beetje, die kent iedereen, waarbij je dus een klein beetje met weerstand hebt. Oké, prima. Wat gaan we zo meteen doen? We doen even drie fases. Dat is de voorste beenaanval, de achterste beenaanval en de dubbele aanval. Oké, dat zijn technieken die we veel gebruiken. Oké, goed. Ik zoek even weer een slachtoffer uit. Dat die kleine man kunnen zien. Goed, prima. Goed zo. Nou, ik ben even op pad. De oefening is voor hem, maar ik hoef eigenlijk niks te doen. Hij gaat zo meteen het volgende doen. Hij gaat iedere keer met voorste been, maakt hij een aanvalsbeweging. Op het moment dat hij hem neerzet, ja, dan duw ik hem weg. Kijk, kom maar hier. Kom, weg jij. Hup, dan trek je terugkomen. Hup, weg jij. Terugkomen. Hup, boom. Als ik hem nou terugduw, dan vlieg je hem achteruit, dan schiet hij onmiddellijk in de aanval. Nou, daarom moet ik hem wel even wegduwen, hè. Kom maar. Hup, man. Hup, kom hier. Bam, hup, kom. Bam, kom. Hup. Die keer omhoog heen, want jij wil mij schoppen, denk erom. Oké? Dus niet alleen maar deze. Dit doe jij 5 keer. Met je rechterbeen, 5 keer met de linkerbeen. Ben je klaar? Ja, dan. En dan moet ik het doen. Nummer 1, even wachten, dan kunnen we direct doorwerken. Nummer 2 is met het achterste been. Dat is ook een veel gebruikte. Dus actie is, achterste been neerzetten. Je wordt teruggeduwd, je gaat weer terug in deze plaats. Oké, kom maar. Hup, hup, bam. Nee, gewoon die toilet aanzetten. Ja, daarom. Kun je nog een keer maar toilet aanzetten, neerzetten, ik duw jou weg. Nee, terug. Okay. Juist. Ja, geef niet. Hup, nou duw. Juist. Kom hier. Hup, hup, doe. Terug. Hup, hup, boom. Direct weer naar voren komen. Juist. Ook weer 5 keer rechts van links. Nou, alleen met de knieën. Dat niet alleen de knie. Je moet alleen maar de aanzet van de actie maken, niet de school maken. Oké? En de laatste is een dubbele. Dan begin je met je achterste been. Dus deze beweging continu. Ja? Kom maar. 1, 2, hop, weg jij. 1, 2, hop, weg jij. 1, 2, hop, weg jij. Snap iedereen dat? Wegduwen en dan direct weer naar voren komen. Dan word je verplicht niet om iedere keer explosief. Prima. Klaar staan? Dankjewel. Ja. En Gins? Duidelijk! Even wachten! Degene die aan de binnenkant staat, die begint even met duwen. Ja? Ja? Goed! Even luisteren! 5 keer voorste been rechts, 5 keer voorste been links. Andere persoon. Dan 5 keer achterste been rechts, 5 keer achterste been links. Andere persoon. 5 keer dubbel. Bij de dubbele doe je de ene keer rechts-links, andere keer links-rechts. Dus ook weer 5. Dan, actie! Beginnen! Voorste been! Jij ook.